vandaag ga ik een Q&A doen samen met Marten Depp. Marten Depp, bedankt dat je hier mee wilt doen. Hartstikke leuk dat je meedoet. Ja, en bedankt voor dit uitnodiging. Ik heb 3 vragen binnengekregen en Marten heeft die vragen binnengekregen. En die gaan wij allebei om en om beantwoorden. Dan gaan we beginnen met de eerste vraag. Heb je een YouTube-concurrent? Nee, niet echt eigenlijk. Ik probeer gewoon, weet ik veel, video's te maken die ik zelf leuk vind om te maken. Dus in mijn geval, nee. Ik weet niet, hoe zit het bij jou? Heb jij een beetje een concurrent op YouTube of zo? Ik heb niet echt een YouTube-concurrent. Maar er zijn wel altijd zo van die mensen, of ja, jongens, die zo wat gaan lastigvallen. Maar dat zijn niet echt zelf YouTubers. Dus niet echt een concurrent, nee. Nee, ja, nee, dus niet echt. Eigenlijk gewoon simpel antwoord is gewoon, nee, niet echt. Oké. Okay. Mijn vraag is, welk liedje luister je op het moment het meeste? Zeg jij maar eerst. Ja, welk liedje? Welk liedje ik nu het meest luister? Het is een beetje toeval, maar ik luister nu juist niet zo heel veel muziek de laatste tijd. Maar als er een nummer is dat ik altijd wel leuk blijf vinden, dan is het denk ik toch wel een nummer dat ik al heel lang luister. En dat is een nummer van Martin Garrix. Ik weet niet precies hoe die heet, maar hier is dit is de video volgens mij. Die luister ik eigenlijk al, denk ik wel, sinds ik muziek luister. Dus dat nummer luister ik eigenlijk wel redelijk veel. Ja, ik vind Martin Garrix ook wel een goede artiest. Ik hou zelf zo meer wel van oudere liedjes. En momenteel vind ik van Mother Mother, ik weet niet of veel mensen die kennen, Arms Tonight vind ik momenteel een goed liedje, dus ja. Volgende vraag is van It'sGamerNL. Hoeveel abonnees hoop je te halen voor 2022? Ik heb denk ik niet echt specifiek een goed doel of zo. Ik heb deze vraag, krijg ik eigenlijk best wel vaak. Hoeveel abonnees wil je behalen? Hoeveel dit? Hoeveel dat? Simpelweg gewoon denk ik gewoon lekker doorgaan zoals ik het nu doe. Het gaat leuk. Ik ben blij hoe het gaat. Ik ben hartstikke blij met de community. Ik vind sowieso de kleine YouTube community echt heel leuk. Dus klopt, ja. Ik zal gewoon zeggen, gewoon doorgaan zoals het nu gaat. YouTube is nu wel een beetje raar met van alles en nog wat veranderingen. Ja. Daar pas ik me hopelijk wel een beetje op aan, maar ja. Nice. Ja, bij mij is het dus een beetje anders. Vanaf dat ik met Marten Depp was begonnen, want ik had eerst nog een ander kanaal, wilde ik eigenlijk voor 2022 1000 abonnees halen. Nu weet ik niet of dat nog mogelijk is, want als het een beetje logisch zou moeten zijn, zou ik nu denk ik bijna 700 abonnees moeten hebben. En ik heb er nu eind 500 denk ik. Maar we gaan gewoon hopen dat het wel gewoon lukt. En moest ik geen 1000 abonnees hebben, zou dat geen probleem zijn of zo. Ik ga niet stoppen daardoor. Dan gaan we nu naar de vraag van jou. Mijn vraag is, welk land zou je graag eens willen bezoeken? Ja, ik had al een keer zo'n vraag gesteld, een keer op mijn Instagram toevallig. In een verhaal. Ik had toen er zelf bij gezet, ik zou nog wel een keer naar Canada willen. Maar ik heb eigenlijk, naast Canada heb ik nog wel een land waar ik op zich nog wel graag heen zou willen. Alleen ik kom nu even niet op de naam. België. Ben ik toevallig al geweest, ook een prachtig land trouwens. A few moments later. Ik kom gewoon even niet met de naam, hoe het heet. Maar ja, wat is jouw land waar je nog graag een keer heen zou willen? Ik ga heel dom antwoorden. Ik wil eigenlijk overal een keer naartoe. Bijvoorbeeld, ja, gewoon typisch Amerika, Canada inderdaad. Maar ik wil eigenlijk graag een roadtrip doen door Europa en dan gewoon meerdere landen zien. Maar wat voorlopig haalbaar is, wil ik ooit nog een keer naar Griekenland, een eilandje, en een keer naar Athene ook, want ja, ik doe Latijn, dus dan zie je veel over de Griekse en de Romeinse cultuur, dus dat vind ik wel interessant. Jij zegt nu ook gewoon Griekenland. Dat was het land, Griekenland. Daar wou ik nog een keer heen. Oké, dit is best een rare vraag. Daarom had ik deze ook voor het laatst bewaard. Wat denken jullie dat er zal gebeuren na de dood? Dat is echt een heel diepe vraag. Die zag ik niet aankomen. Ik eerlijk gezegd ook niet. Zelf denk ik daar eigenlijk niet graag over na, want dan meestal kom je zo ofwel in een donkere gedachte, ofwel denk je zo van, waar zou de persoon dat overleden is, dat ik ken, heen zijn, snap je? Dus ja. Ik denk daar eigenlijk niet vaak over na. Ik weet niet. Ik heb gewoon serieus geen idee. Ik bedoel, je hebt natuurlijk mensen die gelovig zijn. Je hebt mensen die een beetje gelovig zijn. En iedereen heeft een beetje zijn eigen gedachten erover. Wat ik tenminste, dat is het enige waar ik dan een beetje van zit van oké, dat zou misschien nog kunnen of zo. Is dat je, weet ik veel, dat je gewoon ergens komt en dat je gewoon, ja, weet ik veel, vrij bent of zo? Ik dacht vroeger, toen als ik een kind was, dat, allee, en als dat zo zou zijn, zou het mooi zijn, maar ik weet niet echt hoe dat is. Ja, niemand weet hoe dat is, daarom.
Maar vroeger dacht ik dus dat je, als je dood was, zo kon waken over de mensen, zeg maar. Dus als je bijvoorbeeld dood was, kon je zeggen van, ik wil nu het leven zien. Ik wil nu zien wat die persoon aan het doen is. En dan zag je dat zo als geest, zeg maar. De kans is klein dat dat zo gaat zijn. Vroeger had ik veel fantasie. Dus ja, dat was wat ik vroeger dacht. Wauw! Nee, maar ik ben wel benieuwd wat andere mensen denken. Dus als er iemand een sterke mening heeft, laat het dat wel weten in de reactie. Mijn laatste vraag is, wat is je lievelingsdrinken? Een simpele vraag om af te sluiten. Ja, een goede simpele vraag om af te sluiten. Mijn lievelingsdrinken is... ik vind 7-Up vind ik wel lekker. Dus ja, 7-Up vind ik lekker drinken. Van mij is het iced tea, maar de normale iced tea en geen iced tea peach. Voor alle mensen die dat al wisten. Ik haat iced tea peach, dus bij deze. Sorry aan iedereen die dat wel lekker. Much later. Volg ons zeker even op Instagram. Abonneer op Marten Depp. Linkje van haar kanaal in de beschrijving. Bedankt voor het meedoen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En dan zeg ik nog maar één ding. En dat is... Marten, sluit jij de rest maar af. Dan zijn er maar één ding. En dat is afgesloten. Ik weet nu dat je afsluit. Maar ik zeg altijd afgesloten. Dus ik vind dat wel grappig.